Ja, ik ben Elise Klaassen en ik ben fractievoorzitter van de ChristenUnie. Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad van Almelo? Nou ja, we hebben als ChristenUnie de slogan samen recht doen. Nou, en ik vind het begrip van samen vind ik heel mooi als Almelo. En het recht doen, gewoon ja, gerechtigheid zit daar ook een beetje in voor mij. En doen, ja, dat we het niet alleen maar zeggen, maar ook doen. Waarom voor de ChristenUnie? Nou, de ChristenUnie is wel een partij waar ik mij toe aangetrokken voel vanwege ook mijn geloof. En ook vanwege hun standpunten. Dus landelijk, gewoon in het midden, constructief. Ja, dat is ook onze opstelling en daar voel ik mij wel toe aangesproken. Welk geluid wil je in deze raadsperiode laten horen? Nou, ik wil wel laten zien dat wij er zijn. Dus we zijn aanwezig. We volgen het college goed. Wij willen constructieve oppositie zijn. We zitten nu niet in het college. Maar dat geeft ons ook weer de vrijheid om soms vragen te stellen. Om te kijken van hoe doen jullie dat? Maar we zullen het wel constructief doen. En we willen wel een geluid laten horen waarin gerechtigheid en het samen voor Almelo naar voren komt. Bijvoorbeeld meer muziek in de klas voor 30 basisscholen. Een muziekdocent, daar zie je dat samen in terug. En ik vind dat ook een stukje recht doen, want het is kansengelijkheid voor de Almelo's kinderen. Want iedereen krijgt dan dezelfde kans om muziekles te krijgen. En daar hebben zowel ouders als kinderen profijt van. Want ze kunnen dat samen doen. En nou ja, we willen op die manier meerdere dingen onder de aandacht brengen. Waar we gezinnen, jonge gezinnen ook, en ook ouderen uiteraard, kunnen bereiken. Jong en oud. Voor welke onderwerpen wil je je sterk maken? We willen ook gerechtigheid. Tegen illegale prostitutie en uitbuiting en daar ook het christelijk werk die daar zich mee bezighoudt, steunen. Dus wij willen wel onderwerpen waar gerechtigheid, ook voor asielzoekers, dat soort onderwerpen willen wij ook aanboren, zeg maar. Wat vond je moeilijk of lastig in het raadswerk tot nu toe? Nou, in het begin moest ik wel wennen aan de felheid maar waarmee het debat gevoerd werd. En gelukkig zien we dat we heel veel nieuwe raadsleden hebben die op een andere manier het debat aangaan. En dat spreekt mij meer aan, want ik denk dat het vertrouwen in de politiek hersteld wordt op het moment dat mensen zich ook fatsoenlijk gedragen in het debat.